Een vleugel van de DC-6 zou de boomtoppen van het oerwoud geraakt hebben. Dag Hammarskjöld, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, kwam om. Samen met 11 medewerkers en 4 bemanningsleden. Ze waren op vredesmissie in Congo. Het was 18 september 1961. Bij het lichaam van de secretaris-generaal vonden bergingswerkers het bekendste van alle mystieke boeken. De Navolging van Christus, van Thomas à Kempis. Tot ieders verbazing vond men in zijn flat in New York ook een geestelijk dagboek, met een brief aan een Zweedse topambtenaar bij Buitenlandse Zaken. Beste lijf, misschien herinner je je dat ik je eens vertelde dat ik toch een soort dagboek bijhield. Hier is het dan. Als je vindt dat deze aantekeningen het waard zijn gedrukt te worden, heb je het recht dat te doen. Er is een soort witboek over mijn dialoog met mezelf en met God. Hammarskjöld was altijd discreet over zijn geloof. Bij wijze van uitzondering woonde hij eens een Lutherse dienst bij in New York. Het was de godsdienst van zijn moeder. Toen de predikant hem publiek verwelkomde, maakte hij zich snel uit de voeten. Hij is nooit teruggekeerd. Zijn functie vereiste strikte neutraliteit, vond hij. Maar hij gruwde er ook van om als grote man onthaald te worden door de kerkgemeenschap. Toch was het religieuze voor Hammarskjöld geen privé hobby. Heel zijn persoon laten omvormen door God was het fundament van zijn leven en inzet. Er is niet genoeg dat je je dagelijks onder Gods hand stelt. Het gaat erom dat je uitsluitend onder zijn hand leeft. Iedere gespletenheid opent de deur voor dagdromen, bottenpraatjes, gepoch, geroddel. Al die trawantjes van de vernietigingsdrift. Kerk beleefde Hammarskjöld als een tastbare relatie met de gemeenschap van heiligen. Bijvoorbeeld door de teksten te lezen van christelijke mystici, als Johannes van het Kruis. Door mij heen schiet het visioen van een krachtveld van de ziel, geschapen in een eindeloos nu. Door de velen die in woorden en daden voortdurend bidden, die leven in een heilige wil, de gemeenschap der heiligen, en daarin een eeuwig leven. Hammarskjöld doet geen moeite om modern te klinken. Zijn dagboek is geen toegankelijke lectuur. Hij stelt zich als taalkunstenaar een moeilijke taak: het onzichtbare, innerlijke leven op een nieuwe manier voor zichzelf benoemen, omdat het anders ophoudt te bestaan. U wil geschieden. Het innerlijke voor laten gaan op het uiterlijke. De ziel op de wereld, waartoe het ook leiden mag. Zonder je ogen te sluiten voor de waarde die het innerlijke kan verlenen aan het uiterlijke. Zijn taal is niet hedendaags. De demonen en innerlijke spanningen waarmee hij worstelt zijn dat wel. Egocentrisme, eenzaamheid, privileges, hoogmoed, macht. Hammarskjöld was rijk aan kansen, talenten en ambities. Zoon van de Zweedse minister-president, begaafd student rechten en economie, snel opklimmend in de politiek tot een ministerportefeuille. Toch vindt deze man een weg naar nederigheid en belangeloze dienstbaarheid. Door zijn diepste identiteit te vinden in God en niet in het applaus van zijn omgeving. Wie zich aan God onderworpen heeft, staat vrij tegenover mensen. Geheel open staat hij, omdat hij hun het recht geeft over hem te oordelen.